Dit is een filmpje voor 2HB over vraag 12 van de herhaling van hoofdstuk 2. Er staat teken de punten A, B en C en teken driehoek ABC. Nou, die heb ik alvast getekend. Hier staan de punten op de goede plek. En dan heb je zo deze driehoek. Dus dat kun je zelf even proberen, kijken of je hetzelfde krijgt, maar zo hoort het eruit te zien. Vervolgens staat hier de formule voor de oppervlakte van een driehoek. Nou, die kennen we hopelijk allemaal. De oppervlakte van een driehoek is een half keer zijde keer bijbehorende hoogte. Van welke zijde van ABC weet je zonder te meten de lengte? Bij deze zijde hoort de hoogte CD. De hoogte CD ligt buiten de driehoek. Kleur de hoogte CD rood. Oké, nou, gaan we even kijken. Als je naar het plaatje kijkt, dan kun je één lengte die kun je zien zonder dat je het hoeft te meten. Dat is de lengte van A naar B. Deze kun je namelijk gewoon tellen. Hij gaat van min 4 naar 3, dus hij is 7 centimeter lang. Als we dan de hoogte vanaf punt C tekenen, dan moeten we die zo recht naar beneden tekenen. Dus dat gaan we doen in rood. Dus ik zal eerst AB een klein beetje langer maken. Dus met een stippellijntje zo. Langer. En dan moeten we de hoogte CD, die moeten we met rood tekenen. Nou, toevallig heb ik een rode pen. Dus we tekenen hier een lijn zo recht naar beneden. En die maakt hier dan een hoek van 90 graden. Dus hier onderin krijg je dan punt D. Dus dit is dan lengte CD. Dus deze lengte is 7 en deze lengte is 2. Nou, gaan we dan weer terug naar de vraag. De vraag die zegt, hoeveel centimeter is CD en bereken de oppervlakte van driehoek ABC. Oké, nou de lengte. Deze lengte is 2, deze lengte is 7. Dus we gaan nu de oppervlakte uitrekenen. Dus oppervlakte van driehoek ABC is een half keer de zijde. Nou, de zijde is 7. Keer de bijbehorende hoogte en die is 2. Dus een half keer 7 keer 2, dat wordt 7. En om dit allemaal, dit zijn allemaal centimeters, dus het is 7 vierkante centimeter. En dat is het antwoord van vraag 12. Dankjewel voor het kijken.